jongens. Hé, hey, lang niet gezien, man. Hé, hey, hoe gaat het nou in het leven? We zijn gewoon een beetje aan het spelen, want vandaag gaan we weer een nieuw avontuurtje beleven. Wederom. We dachten, dat is misschien leuk gewoon. Ja, maar zijn vrouw bonjour tegen mij en dat pikte ik gewoon niet. Zo, dat is wel waar, hè. Daar hebben we geen replay van. Door bonjour zeggen, dat kan je niet maken. Kom van de dakken. Mini, 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 mini. Waarschuwen niet meer. Oh, hij maakt gewoon de frontflip. Hoeveel mensen kan ik neerhalen voordat ik doodga? Ja, ik had zo'n vet idee, maar die ben ik nu vergeten omdat ik zo druk bezig ben met al deze luidjes afmaaien dat ik mijn idee kwijt ben. Ik liep even rustig door een parkje, zegt er een mevrouw bonjour tegen me. Ja, daar knapt er iets bij mij. Meneer. Ja, maar ik had gewoon even een knuffel nodig. Hoeveel moet je er nog afmaaien voordat ze op zijn, vraag ik me af. Politieagent, produceer, fabriek, stop niet. Allemaal van die vrouwen die er allemaal klaar liggen. Van, ja, komt er weer een uit. Oh, even persen, ik zie het hoofdje al. Goeiedag, meneer. Meneer, er zit een rode vlek op uw shirt. Maakt niet uit, want met Omo komt alles weer goed. Kijk, stel, jij loopt in Frankrijk en iemand zegt bonjour. Pak je best iedereen neerslaan. We willen geen geweld aanmoedigen, maar we doen het toch? Nee, we gaan geen geweld aanmoedigen, maar we doen het wel. We willen niet goed praten. Nee, zijn we het nou goed aan het praten? Nee, maar is wel leuk. Kost ook maar €150. Oh, dat is best te doen, joh. Volgens mij kregen we er zelf een korting op. Woe! Was dit een super vette idee of zei er iemand weer bonjour? Nee, dit is gewoon, dit is allemaal gewoon freestylen. Oh, Jeffy! Mijn vecht wordt gemurkt! Pleur eens op met die vlaartjes, man. Wat doet hij nou weer? Ochtendgymnastiek. Hapslik weg. Nu leef ik weer. Ik hoop dat er even eentje op een vecht komt, om eerlijk te zijn. Ja, maar ik weet toevallig dat de padenproduceerfabriek die is dicht op zondag. Omdat al die vrouwen die zijn nou politieagenten aan het produceren. Dus paden doen ze morgen weer. Daar hebben ze nou even geen tijd en energie voor. Van, oh ja, er komt weer een veulen uit me. Ja, dat is hoe de natuur werkt. Ja. Vecht! Auf Wiedersehen! Wie klopt daar? Oh, het vecht weigert. Paard is kapot. Hij is echt dood. Nou, pak hem gewoon een nieuwe. Oh, een koets. Dat is altijd mooi. Ik kan niet bij me. What the fuck? Oh, hij is leuk, joh. Hey. Du bist ein vecht. Aber bist du auch krank? Jawel. Leute, ich brauche Hilfe. Irgendwas ist komisch hier. Wat? Weet ik dit toch op bist op krank in op YouTube. waar zit hij op? Staat hij nou? Oh! Ja, wat de hel? Hij zweeft! Hij doet squats! Squats op een paard! Voor echte dikke bilspieren! En ook nog balans houden, dat is wel echt die fik. En dan maakt hij een Instagram kanaal aan van Fit Arthur. En dan maakt hij allemaal kontfoto's. Fit cowboys. In bikini langs een watervalletje liggen. Selfie maken met zijn cameraatje. Uit 1860. Ja. Hallo, ik heb geld voor die. Stop messing around. Take that mask off. Oh. There you go. Easy. Hey! Rustig. We hebben theoretisch en feitelijk gezien de bounty afbetaald. Dus als we nu nog worden neergeknald, zijn we gescamd voor 1000 knaken. Appie drinken, appie eten. Naar Sint Dennis. Oh, $420! 420! Oh! Piep, 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 piep. Lid! Zoveel coole woorden ken ik niet, maar lid is er wel één van. Lid af van... Dat is het geluid als ik mijn zusje in elkaar sla. Heb jij een zusje? Niet meer. Oh. Niet doorvertellen hoor. Sst. Hallo, ik ben een stagecoach bereid. Ik heb het nu al naar mijn zin. Ik ga een stagecoach bereiden. Hallo. Bist du auch krank? Nee, wij zijn niet krank. Zo, sorry, ik moet er even langs. Pas nou eens op. Rijm dood. Oh, juist. Ja. Moord! Wat heb ik nou gedaan? Ik kan er toch niks aan doen dat die mensen geen airbag in hun paard hebben? Hij heeft hem ook geen kreukelzonder in zijn paard, dus zijn paard vangt heel die impact niet op. Gaat er nog iets op staan? Nou, die hebben we niet nodig. Eén is ook al genoeg. Ja, maar dan kan je mooi kijken, die mensen met die crashlap en zo. Zo! Uitvinding van de eeuw. Einstein, get out of the fucking way. Kut Einstein. Iets slim lopen doen. Kijk ons nou eens. Een paard moet werken met zijn leven. Ik zie het al gebeuren, dat is gewoon leuk. Oh. Bestemming bereikt. Bonjour. Ja, dan wordt een ander plan bedenken. Nee! Nee! Oh! Hallo! De geluidseffect is gewoon lekker, gewoon dat vlees ook gewoon doorboord wordt. Zo. Trickshot. Ja, daar gaat hij hoor. Jee, feestie. Oh, paniek. Woe!
Wil jij ook een euro hebben? Oh, wil jij een steenvervolging? Heb jij geen gel meegenomen? Nee. En nu? Ja, ik heb geen gel. Wel soppen. Kijk, je moet je haar smeren. Misschien je voet sappen of zo. Hallo! God, omdat jullie... Ik ben een bloem op je schouder. Ik hou je in de gaten. Ja, in de gaten, snap je. Voor seks en zo. Zeppening! Waar is de party? Hier is de party, toch? Folks. Bonjour. Bonjour! Denk het is Zeppening! Klootzak met je bonjour! Opkutten! En dan gaan we een beetje zo. Ik ben gewoon gecatapulteerd tot een kutwijf hier, man. Bonjour! Asociaal volk allemaal hier tegenwoordig. Je moet je bonjour. Zou jou er eens uit bonjouren? Dat zal ik eens doen. Oh, een politieagent. Kan ik ook bonjour zeggen? Want dat vind ik helemaal niet kunnen. En dan sla ik gewoon op je muil. Dan steek ik gewoon een dynamiet in je neus, gehad. Dan ben je gewoon klaar weer. Oh, ik had hem aangestoken. Oh! Hey, probeer hier weg te rennen, man. Je bonjour. Even kijken hoor. Gaat speels. Would be nice. Would be chilled. Would be chilled, yes. Houden jullie van een knallig? Van een knallenvuurwerk? Nou, komt die hoor. Oh, ik had hem al gegooid. En volgens mij heb ik hem nou letterlijk in mijn eigen neus gehad gegooid. Maar dat geeft allemaal niet. Oh, dat geeft allemaal niet. Ook weer overleefd. Kijk, er is helemaal niemand meer. Niemand die het meer na kan vertellen. Heb ik hoor. Lekker rustige zondagmiddag. Oh, hey, een balkone. Ik heb wegparcouren als een pro. Wow, kijk maar, parcouren als een pro. Hé meneer, kunt u ook parcouren als een pro? Zo niet, sla ik u op een muil. Oh, ik sla u sowieso al op een muil. Ga nou eens even dood. Ik probeer hier gewoon te genieten van mijn vrije tijd. Zo. Ik ga weg parcouren. Snel parcours. Oh shit, ik val eraf en ik werd neergeschoten. Dat gebeurt meestal niet bij parcours. Wat er meestal wel bij parcours gebeurt, is dat je er een keer mee stopt. Omdat je denkt van nou is alweer genoeg geweest. Dus dat ga ik nou dus ook doen. Later.